Hoi, ik ben Silke van Giesecke & Roosters en ik ga je vertellen hoe je wekelijks je WSS schoonmaakt. We beginnen bij de Chef Collector. Om hier fatsoenlijk bij te kunnen komen, gaan we eerst de koelzeef verwijderen. Zorg dat je de bouten aan de zijkant van de koelzeef losdraait. De koelzeef verwijder je door deze heel simpel op te tillen en weg te schuiven naar de voorkant. Als je deze verwijderd hebt, dan komen we bij de deksels. Bovenop de deksels kan nog wat afval liggen. Dit kun je heel simpel gewoon met de stofzuiger wegzuigen. Als je dit hebt weggezogen, kunnen we de deksels verwijderen. De deksels verwijder je door deze op te tillen, naar de zijkant van de machine te bewegen en over de as heen te schuiven. Als je deze verwijderd hebt, komen we bij de trechter aan. De trechter verwijder je door deze met twee handen vast te pakken, omhoog te trekken en dan zijwaarts langs de as te schuiven. Als je deze verwijderd hebt, komen we bij de Chef Collector aan. Door hier nog beter bij te kunnen, kunnen we de deurtjes aan de zijkant van de machine, zowel links als rechts, openmaken met de sleutel. Als deze open zijn, kun je fatsoenlijk overal bij komen. Dit kun je heel makkelijk wegzuigen door met een stofzuiger alle huidjes weg te zuigen. Als je alle huidjes verwijderd hebt uit de Chef Collector, kun je de deurtjes van de Chef Collector weer dicht doen. Deze doe je door middel van de sleutel ook heel gemakkelijk weer dicht. Als dit dicht is gedaan, gaan we aan de bovenkant verder. De trechter schuif je op dezelfde manier er weer in en druk je weer goed aan, zodat hij goed past op de buis aanklemt. Dan komen we aan bij de deksels. Deze deksels plaats je heel gemakkelijk door deze over de as heen te bewegen richting de zijkant van de machine, onder de as door het gat in. Zorg dat deze deksels het gat goed afsluiten. Dan komen we bij de koelzeef. Deze plaats je op precies dezelfde manier als dat je deze ook verwijderd hebt. Je tilt deze op, schuift deze in de machine en zorg dat deze goed in het gat ligt. Dit kun je controleren door de koelzeef heen en weer te duwen. Zorg dus niet vergeet om ook de aslader nog even schoon te maken. Deze schuif je open, vervolgens kun je deze schoonmaken door met een stofzuiger al het afval uit te zuigen en deze kun je vervolgens weer dicht doen. Dit is dus hoe je je WSS schoonmaakt. Bedankt voor het kijken. Wil je meer informatie weten? Kijk dan op onze website of op onze social media kanalen.